Hey, don't touch me, eh? Hello, amigo, don't touch me. The food's very bad. The cold food is too hot, and the hot food is too cold. Shame on you. But where can I see it? He's out. What was? Yeah, now. But he was out. Why? Yeah. Yeah, okay. Simple. Yeah. 6-7, ja. Why is he out? Why? Rob moet zogenaamd meedoen aan een campagne voor heel bijzondere yoghurtjes. Ja, Marty die had echt het idee om gewoon die yoghurtjes eigenlijk te injecteren. De hele vieze vloeistof. He, dat het kiwi-yoghurtje bijvoorbeeld zou smaken naar peper en hele rare smaken. Nou, zeker in combinatie met zuivel krijg je natuurlijk hele vreemde combinaties. Zo, de yoghurtjes worden ingespoten. Het feest kan beginnen. Klaar hier. Zo goed als klaar. Mooi. Ik wil jou alleen even nog een poedertje geven. Er liep er ook eentje op zijn blote voeten. Nou, ik vond het al smerig die vloer, dus ik zei op een gegeven moment ook, joh, laat nou eens je voeten zien. Kijk eens. Ik was echt helemaal uit het veld geslagen. Ja, geloof me, die kakkelak die is daar nu nog steeds. Dit hoekje hier, ik weet zeker als ik wat weg ga trekken, dat ik nog meer kakkelak kan vinden hier. Als ik hier zo rondkijk, zo, vind ik het erg smerig eruit, moet ik eerlijk zeggen. En dus staat deze voor mij dik op de eerste plaats. Lekker belangrijk. Af en toe mag je het ook laten zien, toch? Je hebt er hard voor gewerkt. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ja, je moet genieten een beetje van het leven. Doe je dat ook? Ben je echt te genieten? Ja, zeker. Zeker. Maar gewoon lekker genieten, joh. Het zat al met salie en zeekrauw. Ja. Ja. Die gaar? Ja. Lekker. Zout, hè? Nee, op je. Wow. Heel zout? Ja, echt heel zout. Anders moet je die zeekrauw er niet bij moeten doen. Ja, of gewoon geen zeewater. Ja.